in een gezellig slootje. Niemand om ons zien, je niet alleen, 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 alleen. Nou, wij gaan weer lekker koken. Wat eten wij vanavond? Wij eten varkenshuis teriyaki met broccoli, pak soi en pinda's met een chili dressing. Nou, we beginnen mee even de varkenshuis aan kleine reepjes snijden. En dat doe ik in eetlepel sojasaus. En dan laat ik dat alvast eventjes lekker trekken. Dus daar gaan we mee beginnen. Nou, we gaan even een chili dressing maken. Nou, dan doen we 20 ml sesamolie. Ik pers even een limoensapje eruit. Een rood pepertje ga ik snijden. En dat alles gaat in een schaaltje met de pinda's. En de pinda's stamp ik nog een beetje fijn, dat geen hele pinda's zijn. En dat is de dressing wat je straks over de maaltijd kunt doen. Nou, dan ga ik de broccoli snijden. Die ga ik even aanbakken in een beetje olijfolie. Dan doe ik er een scheurtje water bij in. Dan laat ik nog even 5 à 6 minuutjes sudderen. En dan snijd ik de pak soi. Die gaat er dan ook wel in. Daarna ga ik de varkenshaas bakken in een ander pannetje. En die gooi ik er dan eigenlijk door. Nou, de broccoli heb ik al even laten bakken. Ik heb de pak soi toegevoegd. En als laatste voeg ik nog een beetje boksaus toe. Teriyaki. We gaan straks de varkenshuispuntjes erdoorheen. En dan is het eten klaar. Dinner is ready. Smakelijk. Smakelijk. Zo lekker is. Ja. Voor de bijbel hoor. Ja, dat kan lezen. Dat is niet echt praktisch. We hebben een gewicht van de bijbel zit. Die hebben we. Dan trekt hij mooi in balans en dan voeren we die hier in de maandag zakken. Oké. Okay. Lier zat inderdaad een beetje in de weg als we op. Dus we willen douchen en in het bijboordje willen stappen. Dus ja. Boe! Boetje!
bitterballetje. Barry. Olijfjes van mij. Biertje. Wijntje. En? Som! Als zeeman. Als zeeman. Potje kaarten in de kajuit en kijk eens wat een prachtige lucht weer. Eerlijk zeggen, in Twente zie ik dat niet zoveel. We hebben nog wel even ons ankerlicht aangedaan, aangezien wij de enige zijn die hier liggen. Dus dat is al zo veilig. Nou, fijne avond en goed gewoon. Goedemorgen, we hebben een drone gekocht met camera en weg is die, zodat wij leuke beelden kunnen maken, ook voor de vlog. De wind is een beetje gaan liggen, want met te veel wind werkt het niet, maar op naar de mooie beelden, leuk leuk. Nou, we wilden Wergia nog even in beeld brengen met de drone. Zo leuk of het dorpje, daar ligt onze boot. Maar ja, waait net iets te hard. Kijk maar naar de bomen. Dus dat was hem niet. Daar zijn we onze drone kwijt. Plons! En een hele donkere wolk, Barry. Ja, dat belooft niet veel goeds.
Nou, ik ben de auto aan het inpakken. En Barry, wat ben jij aan het doen? Even de banden in een schip als je op lengte aan het maken, zodat we hem altijd makkelijk aan kunnen koppelen. Oké. Dus dan ben ik een paar keer aan vastklikken en dan ligt hij goed. Mooi, mooi. Ja, de achterkant. Nou, ik ga even wat spullen naar de auto brengen. Thank you.
Nou, de sluis. Van te Heene. Naar het Snekermeer. De zon schijnt. Ha, wat wil je nog meer? De was is ook aan het drogen, zoals je ziet. Barry's linkerarm is al bruin geworden. En die Barry. Ja, precies. Nou. Dan gaan we zo het Snekermeer op. Onderweg trouwens heel veel vrachtschepen tegengekomen. Goh, wat een joekels. En toen zagen we zo'n aanlegplaats voor vrachtschepen waar ze de auto speciaal eigenlijk waar ze de auto uit kunnen takelen. Had ik nog nooit gezien, maar erg leuk. Nou. De camera's even op het statief zetten. Zien jullie wel weer vlaggetjes, maar goed. Kijk, een bordje eronder door. Leuk gezicht. Nou. Hallo Barry. Ja, goeiedag. Ik zit nou op de boot. Op het op dek, zeg maar. Op de bovenkant van de keuken. Maar dat heb ik dus van weekend in de was gezet. Nou, ik glijd dus zo weg, hè. Goed. Maar jongens, wat een wijds uitzicht, hè? Het is toch gewoon fantastisch. Ja. Prachtig. Nou, hallo, hallo.
busje. Gaan we zo doorheen en dat kan ik jullie even zien. Hé hey Barry. Een mooi bootje daar trouwens, ja, op de achtergrond. Prachtig. We zijn bijna bij het sluisje. Echt een te schattig sluisje. Dus ik ga jullie even omdraaien. Ik zie jullie wel, we hebben vlaggetjes. Ik weet het. Maar ja, die dingen die hangen er nu één keer. Maar daar komt zo het sluisje. Dat was dus het mooie sluisje. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. En nu varen wij nog een stukje verder en dan komen wij Joure binnen. Maar aan de linkerkant zie je straks de oude vanille fabriek, de oude Egberts vanille fabriek inderdaad. En dan hopen wij daar nog een leuk plekje te kunnen vinden. Het is tenslotte wel meivakantie, dus ik weet eigenlijk niet hoe druk het is.
En Janre is op zich altijd wel heel druk, die haven. Maar we zullen het zien. Het komt vast wel goed. Dus ik ga jullie even draaien. Aan de linkerkant, ik zal de camera iets bij draaien. Oh, wat een prachtige huizen heb je daar, niet normaal. Aan de linkerkant zie je de Douwe
Egberts fabriek, de oude. Nou, wij zijn in Aangemeerd in Joren en we zitten bij Café de Stam. Met zijn wijntje en een biertje. En ik moet heel erg lachen om deze kaboutervaas met plant. Dat is echt te grappig. Bos meer, potje. Hey. Bos is een hond. Nou, proost schat. Nou, we zijn in Joren. We zitten lekker buiten en ik heb het eerder niet gefilmd, maar het is een curry. Smakelijk eten. Hey. Nou, wij zijn in Joren. Ik laat ze in de haven. Je bent ook in beeld, Barry. Dan moet je naar de camera kijken. Maar goed, het is helemaal vaart. Wij gaan naar een festivalletje. Ja, het is al in straat. Ja. We gaan eerst naar een festivalletje. Dan loop je langs. Nee, we gaan even dansen, Barry. Althans, ik ga dansen. En daarna gaan wij dus niet zoals eerst. Want heeft Barry zin aan. Er zit hier een Duits. Snitzelrestaurant. Ja, snitzelrestaurant. Zit hier een Duits restaurant met een bierkaarten. Alhoewel het trouwens als bijna is alsof we in Duitsland zijn. Want de hele haven ligt vol met Duitsers.
Maar goed. Zo, mooi droppen. Ja, precies. Hoeslanderoos. Nou, ik ga jullie zo het festival laten zien. Doei, doei. Nou, zoals jullie zien, ligt het helemaal vol. Ook aan de overkant. Daar liggen wij. Kijk, het ligt echt proppievol. Ik denk dat er nog een paar plekjes zijn. Ja, daar nog twee. Nou, de Cambario. Ik hoor de muziek al op de achtergrond. Kijk. Oh. Het ligt echt bijna vol. Mooi. Nou, daar is dus de haven. En hier het festivalletje. En er moeten heel veel dames naar de wc. Bo wil niet meer. Hoffelijk. Ja. De heren werd makkelijker. Wij gaan vooraan staan. Dus ik hou nu even op met praten. We zitten in Joure, we zitten bij de Gastube. Ja, grill en Duitse specialiteiten. Bo kan ook weer mee. Dat is best wel handig. En straks laat ik jullie het binnen even zien. Heel veel schnitzels in ieder geval op de kaart. Zal ik jullie even laten zien. Nou, ze hebben hier 74 verschillende soorten schnitzels. Dat is gewoon niet normaal. Even een greepje uit de menukaart. Ja, dit is echt Barry's Place. Nou, het eten is geserveerd. Braadkartoffel, pommes, sla, een schnitzel. Smakelijk eten. In een gezellig slootje, niemand anders zie je.